Patmos, opnieuw nummer 1 van Rotterdam voor het Klimaatstraatfeest. Hoe is dat? Ja, super. Hartstikke leuk. En volgens verwachting natuurlijk. En de top 10 van Nederland, dat was ons streven. Dus het is mooi gelukt. Zesde van heel Nederland. En hoe is het nou om opnieuw met al die energiebesparende maatregelen bezig te zijn in de straat? Ja, het wordt wel steeds leuker en de acties worden wat groter. En we hebben dit jaar Vestia benaderd met een duurzaamheidsplan. En ze gaan onderzoeken of het mogelijk is. Ja, kun je wat meer vertellen over het plan wat jullie met Vestia hebben besproken? We willen graag groene daken en zonnepanelen systeem. En we willen graag, ik weet dat de ketels ter vervanging komen, want dat is al een hele poos geleden, vanaf 1994. Dus daar heb ik gelijk gevraagd om warmwaterboilers eventueel te doen in plaats van ketels. En ik wil graag dat ze de gevel gaan beter isoleren. Kijk, we komen op de film. Ik loop! Ik ben Tjartje Bertje. En ik ben Klauwtje Pien. En ik ben Klauwtje. Hoe is het? Wat heb jij dit jaar gedaan in de straat? Bezuinigen. Op wat voor manier? Middellang douchen. Ja? Niet de licht lang aanlaten. En zonnepanelen? Ja, heel graag. Dat vinden we wel heel belangrijk, zonnepanelen, ja. Dus voor het hele complex, voor de hele straat, hoe hebben jullie dat voorgesteld? Ja, het is een blok van 30 huisnummers dus, en we hebben een gigantisch plat dak. Dus dat is ideaal gewoon voor zonnepanelen en een groen dak. Dus dat is dan voor 30 huishoudens. En wat gaat er zo meteen gebeuren in het programma voor vandaag? Het programma voor vandaag is wethoudster mevrouw Van Huffelen, die komt langs. En de deelgemeente portefeuillehouder duurzaamheid Niels Berensen komt langs. We hebben vandaag de jaarlijkse barbecue op het programma staan. En we hebben vandaag het Circus Theater Meatball en Van der Kamp. En wat is Meatball en Van der Kamp? Ja. Nou, ze gaan voor ons optreden als de verrukkelijke vuilnismannen. Omdat wij een hele leuke actie hebben bedacht met Rotep samen, de grof vuilactie. We komen jullie ophalen. Ja. Oh, wow. Fantastisch. Jullie kunnen straks één van varen. Komt u achter mij aan. Komt u maar achter mij aan. De zoveelste keer, 60 van Nederland. Daar komt hij hoor, daar gaat hij. Allemaal kijken. Alle handen omhoog, voor de overwinning. We hebben gewonnen, we hebben weer gewonnen. Ik vind het wel van, nou, dat is zo'n unieke prestatie dat Alexandra en ik bedacht hebben om jullie een leuk cadeautje te geven dat je heel goed bij aansluit op straat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dit bedrag krijgen jullie van ons. Oh, ja. Om samen nog allerlei extra maatregelen te treffen om het nog beter te maken, om ook meer groen in de straat te plaatsen en een heleboel acties te doen. Dus Nou, het bordje achter u bewijst dat de Schifreenstraat opnieuw nummer 1 is geworden van Rotterdam voor het Klimaatstraatfeest. Waarom bent u er ook weer bij? Waarom is het Milieucentrum erbij? Nou, het Milieucentrum ondersteunt de Klimaatstraat in Rotterdam als ze vragen hebben. We zetten ook dingen op poten met ze. En wat belangrijk is, de 5 topstraten die krijgen een straattheater cadeau als extra. En dus nu in 5 straten hebben we voorstellingen staan. Maar na het Klimaatstraatfeest gebeurt ook van alles. In de Diketstraat zijn ze met zonnepanelen aan de gang gegaan. Ze willen daar bijna alle bewoners uit de straat overhalen om met zonnepanelen te gaan werken. Nou, hier in de Schieveenstraat zijn ze met Vestia samen bezig met een duurzaam plan. Ook met zonne-energie, maar ook LED-verlichting in de openbare ruimte. En zuinige ketels, isolatie en dat soort zaken. Dus het Klimaatstraatfeest, dat zet ook verdere stappen. Dus na het Klimaatstraatfeest gaan mensen ook echt aan de gang in de straat met duurzaamheid. Het was bezig. Is altijd de moeilijke. Ja, het heeft hem nog staan. Ja. Lena, laatste teken van leven. Ja, Lena is er nog. Levend. Levend, ja. Dat is leuk. Ja, want hoop doet. Leven. En hoop. Ja.
Kan je het nog één keer vertellen wat jullie allemaal gedaan hebben als klimaatheld? Ja, een recyclingsactie. Dat zijn we met een kar zijn we gloeilampen uit papierkranten op gaan halen. En dat was ook een heel groot succes. En daar hebben we ook heel veel, punten voor gekregen. Jullie blijven je inzetten voor het milieu? Ja, we gaan gewoon weer meedoen. Ja, ja. Het schijnt dus dat 186 straten in Rotterdam er wel samen voor gezorgd heeft dat onder andere het CO2 dusdanig is gezakt dat Rotterdam dit jaar dus de duurzaamste stad is van Nederland voor 2012. Dus daar zijn we ook wel eigenlijk trots op dat we daaraan mee hebben kunnen helpen.